Het is nu aan Suriname goed voorbereide klimaatprojecten in te dienen om in aanmerking te kunnen komen voor klimaatfinanciering. Dit zei minister Machano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren tijdens de regeringspersconferentie. Hij benadrukte dat tijdens COP29 in Baku is besloten om jaarlijks 300 miljard USD beschikbaar te stellen voor klimaatmaatregelen tot 2035 door rijke landen. Gezien de sterke impact van klimaatverandering op Suriname is volgens de minister het van groot belang dat het land snel toegang krijgt tot de benodigde middelen om zich aan te passen. We natuurlijk hebben gepleit voor meer geld, de verschillende landen. Er is een target geweest van 1,3 triljoen per jaar, maar helaas konden de landen dat niet ophoesten. En er is dus besloten om 300 biljoen te geven. En als we dan een verdeling maken of een som maken van 300 biljoen gedeeld door 150 ontwikkelingslanden, dan kan zo'n ontwikkelingsland komen op iets meer dan 1 biljoen per jaar. Het is dan natuurlijk aan ons, ligt nu aan ons, hoe snel wij dus onze huiswerk doen om projecten te identificeren en om dat voor te dragen om die middelen te krijgen. Dus er is heel veel werk aan de winkel. Dassai benadrukt verder dat Suriname zich niet alleen richt op non-market-based financiering, maar ook actief streeft naar toegang tot market-based financieringsmechanismen. Het standpunt van Suriname is om niet te wachten op financiële steun, maar dat het land zelf ook inspanningen levert om via deze mechanismen klimaatfinanciering te verkrijgen. En een van deze is bijvoorbeeld de carbon credits. Artikel 6 regelt in feite de coöperatieve aanpak tussen landen als het gaat om het verhandelen van carbon credits. Wat men weet over carbon credits normaliter is dat men dus met partijen werkt en de partij dan een aanbod doet en dat het meestal aan de partij die het aanbod doet, dat zij dan bepalen wat de prijs is. Meestal is het voluntary carbon. Dus zo'n bedrijf komt en dan bepaalt hij voor het land wat je allemaal krijgt aan geld voor de carbon credits. En meestal is het niet gereguleerd. Dus die regulatie was heel belangrijk. En zoals u weet, we hebben dus niet lang geleden bekendgemaakt dat we ITMO's hebben. En deze ITMO's zijn gereguleerd. Minister Machano Dassai benadrukte verder dat Internationally Transferred Mitigation Outcomes, de ITMO's, gereguleerd zijn volgens de compliance market van de UNFCCC. Hij verklaarde dat de manier waarop de verhandeling van deze ITMO zou plaatsvinden en nog wat meer regelgeving vereiste, nog geregeld moet worden.